Hey, goedenacht, liefjes. Hebben jullie al weer zin in een flesje? Hebben jullie al weer zin in een flesje? Doe maar dan, hè. Ach jee, ik heb me verslapen. Ik ga snel naar het lampje. Ze had al lang de fles moeten hebben. Ik ben een uur te laat. Ik ga er snel heen. Zo. Het belooft vandaag heel warm te worden. Het heeft al geomweerd. Ik moet jullie even aan de riem. Kom maar, meisje. Jij mag ook mee. Kom maar. Ze loopt gewoon mee. Kom maar. Ze zitten weer lekker in de ren. En hier verblijven ze vandaag dan ook weer. Ze kunnen schaduw zoeken. Nou, lekker is dat. Ben je net onder de douche vandaan? Heb je je net aangekleed? Klaar voor de dag? En wat gebeurt er dan? Tada! Dotje dik, niet zo dottig. Dotje poept hem onder. Nou, dan ga ik maar weer naar binnen. Nieuwe jurk, poging nummer 2. Zo, nou, wat is het toch heerlijk dat het weer nu eindelijk mooi is. Ik ga naar de eendjes. Zij hebben nog even recht op eten, want dat hebben ze vanmorgen nog niet gehad. En ik ben vanmorgen wel even terug naar bed gegaan. Want ja, ik slaap gewoon niet zoveel de laatste tijd. Want de 7e zit in het hok, 8, nee, er missen 2. Oeh, eentjes, kom maar. Kijk eens. Kijk eens, ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Lekker eten. Freek. Geen eieren stelen. Geen eieren stelen. Nee. Ah. Goed zo. Goed zo, kereltje. Goed zo. Daar gaat de laatste. Zal er nog wat zijn? Kom maar. Kom maar, Freek. Aan het eten. Het heeft hier vannacht, of nee, vanmorgen heel even geonweerd. Maar de tuin is toch nog wel te droog. Morgen is Harry vrij en dan zal hij de waterpomp weer aansluiten. Maar nu moet ik de moestuin, 500 vierkante meter, met mijn gietertje doen. Ja, dus dat gaan we maar weer doen.
lammetje. Drinken maar. Lekker hoor. Eentjes gaan wel even een lekker mooi liedje voor jullie kwaken. En dan gaan jullie ons dit jaar heel veel aardbeidjes geven. Is dat een deal? Dat is een deal. Ik denk het. Aardappelbed laat ik even voor wat het is. Want ik denk dat onder de grond het echt nog wel goed nat is. Maar het gaat echt even om die bovenlaag van de aarde. Dus ik ga nu het bonenbed doen. En je ziet hier een lege fles. En dat heeft een reden. Want die jagen, daar komt de wind in. En die jaagt dan een beetje de muizen weg. Hopelijk. Ik kan hier al geen bodem meer vinden. Oh ja, hier. En daar. Nog wat boontjes. Na twee mislukte bonenpogingen heb ik toch besloten om eerst maar even te kijken wat hier nu gewoon groot wordt en groeit. En de gaten ga ik gewoon vullen met bonenplantjes van de Welco. Dat is gewoon een stuk beter dan. Hier zijn wij in het kolenbed. Ja, die ga ik nu. En dat is echt nog maar zo plantjes. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Maar ik draai hem om. Kijk. Kan je de kleine kooltjes zien? Het is echt amper te zien. Maar ze zijn er wel. Nou, en dat gaat door en dat gaat door. Tot het einde daar. Ik kan het wel allemaal op film zetten, maar heeft het veel zin? Ik kan nog wel even laten zien. Even kijken hoor, dan maak ik hem even lang. Voor dit bed. Dit is de rabarbe in, maar die moet er nog uit. Maar dit is in ieder geval het bed waar wij de bladgewassen in hebben. Sla hebben we er allemaal in gedaan. En nou, ze zijn ook allemaal nog heel jong. En hier hebben we de vruchtgewasbedden. Nou, je ziet, ze hangen er een beetje triest bij. Dus die krijgen echt even goed water. En hier hebben we de koolgewassen in. Nou, er zijn enkele plantjes. Er zitten ook uien in en prei en wortelen. En nou, ik weet het allemaal niet. Selderij. Nou, van alles. Maar er zitten een paar plantjes in, maar voornamelijk heel veel zaad. En nou, dat heeft echt wel een goede lading water nodig. Elke keer een beetje in de gaten gaan houden. Het ziet er nog rustig uit. En met een flesje in de hand ga ik weer naar mijn babytje. Naar onze Dot. Nou, nu houdt Nina even de andere, de bok, Buddy vast. Want anders is het gewoon geen doen om Dotje de fles te geven. Want Buddy is zo sterk en die wil hem gewoon afpakken. Oh, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ja, met de fles.
Kijk eens. Ik heb nog wat. Ja, er zit nog een klein slokje in. Oh, rustig, rustig. Er zit nog een klein slokje in, hè? Jij krijgt de bonus. Oeh, lekker, lekker, lekker. En op, ruig manneke. Het is op. Onderweg met Piks voor de konijnen. Hey Jaap, kijk eens wat ik voor jou heb. Lekker eten. En dan krijgen jullie ook allemaal eten. Daar gaat hij dan. Eens kijken hoe groot ze zal zijn. Super groot. Zo lief dit. Buddy zit weer op het touw te bijten. Hey, hey, vriendjes. Hebben jullie al wat gedronken? Weten jullie het water al te vinden? Dat vind ik wel belangrijk, hoor. Hey, jullie hebben natuurlijk geen mama om het jullie te leren. Kom, doe ik jou even zo. En doe ik jou nog even zo. Goed zo. Jij ook? Even je snavel erin. En je snavel erin. En de laatste. Hop. Sorry jongens. Je moet even leren drinken, hè. En hier heb je nog wat eten. Dan doen we het kacheltje er maar weer in, hè? Lekker warm. Hop. Zo, welterusten. Lekker slapen. Zo. Wat een leven. Bon appétit. We hebben aardappel met kip en nog wat. En komkommersalade. Nou, lekker toch? Gemaakt door Jelena uit Servië. Ook de plantjes hebben natuurlijk water met deze warmte. Dus die ga ik nu even water geven. Nou, daar ben ik dan weer met mijn flesje. Het is weer tijd en ik krijg straks visite. Dus dan gaan we daar even een lekker bakje koffie of een kopje thee drinken. Ik denk een kopje thee. En dan hebben we er een lekker stukje appeltaart bij.
helaas niet zelf gemaakt, maar er wordt wel een appeltaart gemaakt. Deze komt uit de vriezer. En de appeltaart die is dan voor morgen of voor vanavond als dessert, wie weet. Nou, ze hoort me al, ze hoort me al. Ze is alweer wakker. Hé, hey, Dotje. Ja, hier ben ik dan. Je mama, kom maar. Kom maar. Oh, gosje toch, wat lekker hè, meisje. Wat lekker hè. Ah, daar komt de visite. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Doeg!